Hiervoor moest nog een complete nieuwe fabriek gebouwd worden. En dat allemaal in datzelfde jaar. En als je weet hoe lang we er normaal over doen om dat te doen, is het een grote prestatie dat dat gelukt is. En nog een veel grotere prestatie natuurlijk dat die ontwikkeling van dit specifieke vaccin heeft plaatsgevonden. En dat wij nu meemaken dat dat vaccin mee gaat helpen om ons de vrijheid terug te geven. In aanwezigheid van de Leidse burgemeester Henri Lenfrink, minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en museumdirecteur Amito Haarhuis werden woensdag de eerste Nederlanders ingeënt met het in Leiden ontwikkelde Janssen-vaccin. Museum Boerhaven deed voor de gelegenheid dienst als priklocatie. Ja, dit is de flacon van het eerste Janssen-vaccin wat zojuist gezet is hier in het museum op historische grond, want het is het oudste academisch ziekenhuis boven de Alpen. Dus we zijn er heel trots op dat we deze flacon aan onze collectie kunnen toevoegen. Demissionair coronaminister De Jonge legt uit waarom Nederland het vaccin, ondanks bekende bijwerkingen, toch gaat inzetten. We hebben natuurlijk heel goed gekeken naar de Amerikaanse gegevens. Als je kijkt naar het aantal gerapporteerde bijwerkingen op dit moment, is dat heel gering, extreem laag. Zo'n 8 gevallen op de 7 miljoen gezette prikken. In Europa is nog niet op grote schaal geprikt met Janssen, alleen nog in de klinische fase. Nou, wat wij willen doen is natuurlijk gebruik maken van de vaccins die we hebben. Janssen is, denk ik, zeker voor mensen uit Leiden, echt iets om heel erg trots op te zijn. Het is het resultaat van jarenlang onderzoek in het Bioscience Park bij Janssen, Leidse firma. Het is hier op historische grond geprikt in het Boerhavenmuseum, die eerste prik. En daarmee echt een mooie Hollandse of Leidse mijlpaal van hoop. Wat betekent dit voor de vaccinatie van de Nederlanders? Gaat het nu sneller? Nou, we hebben 3 miljoen vaccins in het tweede kwartaal van Janssen. Je hebt maar 1 prik nodig, dus dat gaat behoorlijk rap inderdaad. Als je die prik kunt inzetten, ja, dan ben je 3 miljoen gevaccineerde Nederlanders verder aan het einde van dit tweede kwartaal. GGZ-medewerker Babette van der Ham Engelsman gaat de geschiedenis in als eerst gevaccineerde met het Leidse vaccin. Ik werk op een high intensive care gesloten opnameafdeling van GGZ Rivierduinen. En we hebben allemaal protocollen en richtlijnen en daar houden we ons allemaal keurig aan. Alleen het punt is, als iemand natuurlijk heel angstig is of echt voor een crisis zit, ja, dan kunnen we niet altijd die 1,5 meter waarborgen. En het is toch wel heel erg fijn om mijn werk zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te kunnen doen. Hoe ben jij uitgekozen? Ik heb echt geen idee. Ik werd gewoon gebeld door mijn teammanager en die zei, wil je gevaccineerd worden? Ik zei, ja, tuurlijk. Ja, weet je het zeker? Ja. Ja, dus je zegt ja? Ja. Oké, mooi. Nou, je gaat naar Boerhaven, naar het museum en de pers erbij. Ik denk, oké. Heb je nou voor de rest van je leven een abonnement op het museum? Die heb ik nog niet aangeboden gekregen, maar het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn.